Dus dat wordt Caroline van der Plas, toch? Dat lijkt me wel. Zijn jullie er helemaal klaar voor? Wij denken van wel. We hebben gistermiddag overleg gehad met bestuur en de laatste planning helemaal uitgezet. En ja, wij denken dat het lukt. En half november, dat is nog een hele poos. Wie is jullie premierskandidaat? Dat is nog niet bekend. Want uit diezelfde peiling van Eén Vandaag bleek dat niet elke kiezer zit te wachten op Caroline van der Plas in het torentje. Nee, nee, dat heb je soms, hè. Verbaast dat? Ik denk... Nou, dat verbaast mij niet, nee. Want wij zitten natuurlijk ook gewoon wel op een politiek spectrum. Dat je ook echt, dat zie je ook wel in de socials, dat mensen of van haar houden of een deel haat haar. Dus ik vind, als wij op 50-60% of zo ergens in zitten in een poll, dan doen we het extreem goed. Want dat betekent dat iedereen die tot onze doelgroep behoort erachter staat. Hebt u voldoende Kamerleden al die op een lijst kunnen? We denken wel. We hebben op dit moment een lijst van 60 tot... Of we denken dat we 60 tot 80 mensen nodig hebben. We hebben een grote lijst. 80? Ja. U gaat uit van 80 zetels? Nee. Oh. Maar u ziet hoe snel de rotatiesnelheid is van Kamerleden. Kan wezen dat er een aantal daarvan nog, als je in de coalitie komt, opschuiven naar bewindspersonen. Dus je moet altijd minimaal 30-40% meer mensen hebben dan dat je zetels hebt. Hebt u mensen voor de post van de bewindspersoon? Ja. Hoeveel? Een stuk of 10. Die hebben toegezegd? Nee. Hoeveel hebben er wel toegezegd? Een stuk of 3. Wie? Dat ga ik niet vertellen. Zit daar ook een minister van Landbouw bij? Uiteraard. Zit daar een toekomstig premierskandidaat bij? Nee. Dus als u de verkiezingen zou winnen, heb u geen premierskandidaat behalve Caroline van der Plas? Volgens mijn laatste informatie zijn de verkiezingen pas in november. En u denkt in een paar maanden tijd wel iemand te vinden die het land kan leiden? Ja, want dat ik het nog niet kan zeggen en dat die persoon nog niet ja gezegd heeft, wil niet zeggen dat we niet bezig zijn.